Dit is echt voor jongens. Kijk, kan je lekker vanmiddag met je vriendje spelen? Maar dat vind ik helemaal niet leuk. Wel, je moet wat spierballen kweken. Mama, ik heb iets. Teun, je zit me een beetje voor de gek te houden, of niet? Nee, ik vind het gewoon echt heel leuk. Nou, dat gaan we dus niet doen. We gaan geen pop. Nou, ik heb een hele poppenhuis thuis. Ja, ik heb één jongetje. Een beetje stoer, toch? Ja, die heb ik ook niet. Hier, die jongen heeft ook geen pop in zijn hand. Er zat hier gewoon weer mee gaan, hoor. Ja? Nou, ik vind het niet kunnen. Hebt hij ook poppen thuis? En Barbies en zo? Ja? Nou, ik vind het niet kunnen. Als die daar de andere kant gaat, dan kan ze het machtig. Nou, dat gebeurt niet. Dat kan je echt. Ik voet hem op dat hij gewoon een normale dat jongen. Heeft niet opvoeding te maken. Nou. En u mag het best vinden, maar ja, misschien heb je straks wel last met uw eigen kind. Nou, ik wacht hier even in de kast, want hij is jarig, dus we gaan taart eten. Ik heb een nieuw leuke dingetje gevonden. Het is precies dezelfde pop, alleen andere kleren aan. Het gaat mij om die roze kleren, het gaat mij om de popteun. Ik vind het leuk. Even hier blijven wachten, ik ga wel iets voor je halen. Dit is echt voor jongens, kijk. Kan je lekker vanmiddag met je vriendje spelen? Maar dat vind ik helemaal niet leuk. Wel, met Eva, met de poppen, een beetje. Je moet wat spierballen kweken. Geen stoeren. Ik vind het echt niet leuk. Happy birthday to you. Kom, gaan we in de rij staan. Maar ik vind het echt vind niet je leuk. Wel leuk? Ik vind het niet leuk voor mijn verjaardag. Je moet het gewoon even proberen. Ga je maar gaan zitten. Teun. Maar ik ga de speelgoed... Wil je je verjaardag vieren vandaag? Ja, maar nou. Nee, wil ik niet dit ding kopen. Mevrouw. Nee, dat weet ik niet. Als blikken konden doden. Als blikken konden doden. Oh, wat was u kwaad op Neeltje. Ja, sorry, maar... Ja, kom even bij. Want u heeft het hartstikke goed gedaan, namelijk. Geef je goud terug. Mijn kleinzoon anders zou zijn, daar hou ik net zoveel van. Ja, en dat meen ik ook echt. Want jij zei op een gegeven moment ook van, je moet nu uit mijn gezichtsveld. Ja, je moet nu wel weg, ja. Want waar kwam dat door? Ja, dan kom ik op zelf natuurlijk een kleine. Hè? En ik heb zoiets van, kinderen hebben ook de eigen keuze. Ja. Vind je poppen echt leuk?